1. September, das ist die Deadline, wollen wir graag die Sache verkocht haben. Soll es lücken oder soll es nicht lücken, das ist noch die Frage. Wir sind wohl mit Parteien bezig, waar wij zeggen, nou, ik wil eine Sicherheit. En ik wil dat de zaak dan in goede handen komt. Want we hebben een heel goede naam opgebouwd. Ik heb die zaak nu bijna 4 jaar. En het is dag in, dag uit werken. Ochtends wenn ik inkoop ga, dan is het 5:30 begin. En dan houdt het op 's avonds 10, 11 uur. Kijk, en het is alleen maar slapen, werken, slapen, werken. En dat heb ik nu 4 jaar. En wenn je alles bij elkaar rekent, denk ik dat je in het geheel, dat ik maar 2 weken misschien in het geheel vrij was. Hè? Dus dan is mijn dagje vrij of een halve dagje vrij. Maar het is echt 450 uur en meer. Gezondheidelijk ben ik echt vitaal. Daar is niks mis mee. En alleen privé, ja, het is, vorig jaar ging ik in de scheiding, maar dat was weer een andere grond dan eigenlijk ik zeg maar de zaak. Dus daaraan heeft het niet gelegen. Maar ja, ik heb een nieuwe liefde. Kijk, en zij ogen natuurlijk ook de ogen voor mij. Om te laten zien van, nou weet je, het is niet alleen maar. Hè? Het kan niet zijn dat jij werkt en slaapt en werkt en slaapt. En het is een grond om na te denken van, wat doe je nu? Ga jij voor de zaak of ga je voor de liefde? Kijk, en het is één grond, is zeker de liefde, maar niet de grond om te zeggen, hierom stop ik. Hè? Want de zaak is goed, we hebben maatschappelijk, sociaal, hebben we hier iets echt heel leuks en groots opgebouwd. En ik ben elke avond eigenlijk echt vol. Ochtends hebben we regelmatig vol met het ontbijten, lunch gaat hartstikke goed. Nou, een van mijn grootste ambities was altijd, ik zeg maar, Scoopzorg Welzijn, wat nu niet meer bestaat, dat is nu af en dan geworden. En het is het vrijwilligerswerk met jeugd en kinderen, nou, dat zal ik wel weer oppakken. En zeker ook vrijwilligerswerk wat hier betreft de binnenstad van Almelo, maar die ligt mij toch ten harte, om mee te helpen, om te kijken van wat kunnen we hiermee. Kijk, er zijn heel veel misstanden, dat is nu maar zo, de politiek weet dat en ook qua politiek, daar ga ik denk ik ook weer naartoe. Want ja, ik kwam van de PvdA weg. Heb met raadslid Arjan heb ik samen de raadsopleiding gedaan. De Jan Schraper leergang in Deventer. Kijk, en die ambitie, die komt wel terug. Want ik heb ook gezegd, ik wil zeker ook weer naar je richting een beetje de sport. Kijk, al die dingen kon ik al die jaren nu niet doen.